Hé hey, jongens, we gaan hem nu overschrijven. Nee! 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 Ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn. Leuk dat jullie er zijn. Jongens, ik heb vandaag eindelijk mijn auto deal. Ik heb eindelijk mijn autodeal. Ik ga eindelijk mijn auto verkopen. Het heeft jaren en eeuwen en maanden en weken en eigenlijk maar een paar dagen mogen duren. Maar het is tijd. Voordat deze video begint... abonneer. Ben je geabonneerd? Reageer. Ik ben geabonneerd en dan zou ik je reactie een hartje geven. En dan ben je gewoon heel cool. En al mijn auto's staan in de impound. Jemig. Met Rick Voors, goeiedag. Met Hi. Hey. Ik wil ook wat leuks zeggen, maar het werd er niet. Hé, wat is de autodeal? Is het zover? Is dat vandaag? Dat was vandaag. Oh, ik heb hier niet te voorbereid. Hij is er nog helemaal niet. Hou op hoor. Je zit echt met een berichtje. Ben je er? Nee. Tag me echt 6 keer. Ja, ik sta op Blokpark Garage. Ik ga even kijken waar die vent is. Zit nou open Gerard? Open Gerard. Oh nee, ik hoor hem ook. Op. Waarom is hij hier? Ik weet het niet waarom hij hier is. Stop eens met toeteren! Ik word echt verdrietig. Kom naar de impound, Gerard. Ik kom hier te bij het casino garage. Het casino garage. Pak me man, maar niet te bang. Pak me man. Ook dieren hebben recht, Rick. Ja. Ik geef je tientje als hij uitstapt dat je gewoon heel hard doorrijdt. Oh, hij leeft wel nog. Jammer. Ik had u niet gezien, meneer. Sorry. Oké, nee, maar het wordt een mooie dag, dus het is mooi weer. En ik heb zin in een autodeal. En daarna kan ik eindelijk een nieuwe auto kopen. En dan kan je mij met 30.000 euro betalen. Nee, ik... kut, sorry. Ik ging uit zo'n 130. Ja, nee. Ik koop eerst een andere auto. En dan op lange termijn betaal ik die 130.000 euro terug. Oké, dan pakken we mijn Jurus, jongens, want we gaan mijn Jurus verkopen. Gerard, je kan instappen hier. Wat een lelijke auto is dit. Ja, ik ga hem nu ook verkopen. Ik ga hem nu letterlijk verkopen. Ik ben een koper. En wil je hem kopen? Oké, okay, ja. Gerard. 250 is die voor jou. 250. Ja, maar kijk, ik heb nog een lening van 150, 30.000. Ik heb 10.000, dus kom ik precies. Oh, ik weet al, je gaat me afbetalen, maar als je deze auto verkoopt... Nee. Wij hadden geen datum afgesproken, Gerard. Wat ga je nou met het geld doen, hè? Van wat? Ja, als je deze verkoopt. Een nieuw huis kopen? Nee. Nee! Ik ga een nieuwe auto kopen. Is het dan niet misschien eerst slim om je schulden af te betalen? Nee, dat komt wel goed. Oh, dat komt wel goed. Maar ik heb letterlijk nog iets openstaan voor die boetes. Hoeveel is dat dan? Ja, 60. Ik sta 60.000 euro. Boetes moet ik afbetalen, 130.000 euro bij jou en 30.000 euro bij Rick. Dus kortom, ik moet ongeveer 220 à 230.000 euro nog steeds afbetalen in het algemeen. En dan ga jij bedenken om een nieuwe auto te kopen. En ik ga een nieuwe auto ervan kopen. In een nieuw huis van 500.000. Kijk, daar staat hij. Kijk, daar staat hij al. Dat is de koper. Hij heet Marijn. Dit heb jij goed geregeld, meneer Voors. Yes. Goeiedag, meneer. Goeiedag. Hey, goeiedag. Jij bent de koper van mijn prachtige Jurus. Ja, zeker. Ja, en wat was de afgesproken prijs? 2 ton. 2 ton, dat is mooi. Nee, dat vind ik prima. Heb je bij je? Maak 2,5 van, meneer. Ja, het ligt in de kofferbak. Ik zat er. Top. 2,5, meneer. Ja, maar er staat al een prijs vast. Ja, dat hebben we al een prijs. 2,5. Nee! Wat je moeilijk gaat doen, nu weten. Yes. Hey, dankjewel, meneer. Fijn zaken doen. Nee, grapje. Hier, kom maar. Ik leg het even in mijn achterbak. Oké, jongens, we gaan hem nu overschrijven. Kijk. Yes, alsjeblieft. Hoe heet je eigenlijk, Nick? Ik ben Marijn. Mogen we een lift terug? Ja, natuurlijk. Ja, laat u maar achter. Wat doe je dan met deze auto? Oh, daar reed ik rekening wel met deze auto. Hey, we mogen deze auto hebben, jongens. Hij zei het niet eens mijn auto. Oh, nou beter. Maar wat is leuker, zo'n auto of een G-klasse? Sowieso deze. Heb ik deze ook, hè? Je hebt al een sportauto. Klopt, ik heb die Bentley. Je hebt die Bentley. Maar wat nou als ik deze en dan de G-klasse uiteindelijk doe? Ik de Bentley ook verkoop weer. Oh ja, nee, tuurlijk. Je hebt echt geld te veel, of niet? Nee, ik sta juist in de schulden. Ja, dat is het. Nou jongens, we zetten het op de rekening. 200.000 euro. Hatsenflat, storten. Dan hebben we weer 230.000 euro op de rekening of zo. Ja. Ja, Gerard, doe maar. Ja, Gerard, rij me maar aan. Dat is een leuke optie. Nee, Gerard, nee. Gerard, niet doen. Stop. Oh mijn god. Hey. Nou, op zich het valt mee. Ah, nee, super. Voor mij een stuk. Hey, doe Gerard. Pak die andere auto maar. Oké, okay, willen we met z'n drie op de foto erbij? Gerard, wil je bij me op de foto? Met de auto? Nee. Ja! Ja, maak de foto maar! Ja, oké, mooie foto. Zet hem maar op marktplaats. Okay.
Ik ga zwemmen! Zo! Nee! Nee! Dat kan niet! Nee, nee, nee! Oh, ik kan het zeggen. Ik schrik altijd, man. Heb je speech, Gerard? Ik neem een karretje mee, hoor. Neem me mee naar huis. Zal ik hem meenemen? Ik wacht, ik neem hem wel mee. Nee, ik zit er nog voor. Nee, ik neem hem wel mee. Ik heb Mo en Sone echt al jaren niet gezien, voor mijn gevoel. Ik mis ze ook niet. Ik ook niet. Hey! Hey, Rick! Hey! Van Plakkers! Rick! Stap uit Hoe is het? Van Plakkers! Hoe is het, Rick? Wat doe jij hier? Ja, wat, hoezo, wat doe ik hier? Ik leef, ik adem. Sinds wanneer? Ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Hey! Hey! Knuffel! Maak ik met jou op de foto? Met mij op de foto? Hoezo zou je met mij op de foto? Zou ik hem maar, ik maak hem wel. Kom maar, ik maak hem wel. Rick wel van leuk doen. Rick even kijken naar de camera. Rick even leuk doen. Ja, hallo, dat duurt bij mij even, jongen. Hier, kijk, ja, die oude spieren van jou, hè? Het corrupte leven doet al een beetje, heeft dus impact, hè? Kijk, hè? Nee, maar, goed Plakkers. Ja? Hoe is het met je betalingsregeling? Nee. Nee, nee! Nee, ik heb haast, jongens, sorry. Ik heb... Waarom zijn jullie zo snel? Gerard, red mij! Dankjewel, Gerard. Dankjewel, Gerard. Je bent een held, Gerard. Ja, op naar het politiebureau. Nee, niet naar het politiebureau. Politiebureau. Nee. Ik breng je gewoon naar de cel. Ze zeiden dat mijn auto in beslag zouden nemen. Wat nou, ik heb mijn auto's verkocht. Dan kunnen ze het niet meer in beslag nemen. Dus bij. Ja, dan zit echt nee, ik ga mijn boetes afbetalen. Ik nee, daar ga je niet. Jawel. Oh nee, je zit daar op mijn... Gerard, help! 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 Ik wil uitstappen, help! Ik wil vrijwillig stoppen! Fucking opa! Zo van Plakkers. Ja, ik ga ze nu betalen. Vaak heb ik het al gezegd, maar daarom reden we wel heel vrijwillig hierheen. Oh, heel vrijwillig dat je deze kant op reed. Heel vrijwillig. Oh ja. Hoeveel was het ook alweer? 20.000 euro, toch? Volgens mij nog wel iets meer, Nee, joh. Ben ik al over datum inmiddels met mijn afspraak? Ja, al lang. Volgens mij was de eerste nog ergens in juni. Dat is die luier van je die aan het stinken is. Zal ik eens even kijken voor je van Plakkers? Yo, kijk maar even. Maar nu je toch met z'n tweeën zijn en ik weet hoe jij met je bent, kan je niet even wat eraf troggelen? Nee, dat kan ik niet voor je. Hoezo niet? Maar je bent toch corrupt? Ja. Nee, dat is het juist, dat ben ik dus niet. Sinds wanneer? Sinds wanneer ben je het rechte pad opgegaan? Ik ben altijd op het rechte pad geweest. Oh, wacht, er staan hier nog meer mensen. Nee, ik snap het, ik snap het. 56.483. Ja, maar dat was niet de regeling. Jij had... tot 21 augustus om alles betaald te hebben. En het is nu? Nou, het is nu 4 september. Hadden we een jaartal vastgezet? Ja, 2021. Kut. Oké, dan wil ik nog één regeling afsluiten. Wacht eens even, je zegt dat je nog één regeling kan treffen. Dit is zeg maar niet hoe het werkt. Je gaat ze gewoon niet betalen. Precies. Meneer de agent, hij heeft nog een schulden van 130.000. Ja, dat heeft hij een schuld. Hoe komt hij nou weer nog aan de schuld? Nee, ik heb niet. Ik heb geen schuld. Kijk, het is heel simpel. Ik hou heel graag van motorrijden. Jij hebt nog een Yamaha. Ja. Hebben we toch een mooie deal? Voor hoe lang hou je die? Ja, ik zeg gewoon, ik wil een motor hebben. Dus of je betaalt hem nu, of ik heb een Yamaha. Ik heb een nieuwe boetes gereden, maar hoe heet die? Frans heet die volgens mij, die zei... De regeling was dat je 54.000 euro afbetaald moest. Dat was het. Ja. Nou ja, dan hou je nog 2.000 euro over. Nee, oké, dan betaal dus ik die ook. Dus ik wil nog steeds 54.000 euro van je hebben. Zien jullie het live gebeuren, jongens? Oh, het gaat de goede kant. Ja, daar gaan we. Wat? Alles wordt afbetaald. Ja. Mijn telefoon is op. Van Plakkers, wat ben jij goed? Nee, ja, mijn telefoon is leeg. Hij is leeg. Nee, hij is leeg. Hij is leeg. Hij heeft 49.000. Ja, dan gaan we. 47? Ja. Dit gaat echt bizar snel. Dit voelt vast fijn, hoor niet? Ja, het is echt heerlijk. Mag ik al. Waar gaat het heen? Wat gaan jullie ermee doen? Wat ik net al zei, Yamaha. Maar ja, dat nu wel gratis. Ja, nog 2000. Oh, wacht Gerard. 500. Nog 100. Boom. We zijn vrij! Ja, maar agent, mag ik aangifte doen tegen Marcus van Plakkers? Hou op. Geld aftroggeling. Ik heb niks afgetroggeld. Onze aangiftes die zijn er tegenwoordig geplaatst. Die mag je doen bij de ANWB. Nou Gerard, je hoort het. Ze wil gewoon geen aangifte doen, terwijl ik daadwerkelijk 130.000 euro van jou heb afgetroggeld. Gaat het? Jij gaat helemaal prima, ik doe even een grondonderzoek. Wacht, ik wel de meest. Hallo? Ja, je hebt de postcode loterij gewonnen. Waar ben jij? Waar hebben ze bedtijd? Ik ben bij die wietwinkel. Ik heb de postcode loterij gewonnen, Gerard. Hey! Yo, de postcode loterij. Dit vind ik leuk. Maar wat heb ik gewonnen? Je mag één gratis... Ja, hij is een oplichter. Van hem. Eén gratis wietplant van Moonshot.
kut. Gerard, weet je wat ik trouwens nu besef? Al dat gekut met de politie net, hè? Oh nee. Kijk, al dat gekut net en ik had al die tijd gewoon deze op zak. En ik zie het nu pas. Nee, Gerard, niet doen. Marcus, ik zit vast. Oh, dan zie ik je wel bij mijn huis, oké? Ja, maar... Doei, Mees. Waar is je huis? Doei, Mees. Ik had al die tijd mijn vuur. Ik open net pas even mijn broekzakken en ik zie die zitten. Ik denk, nee, we hebben gevlucht. Ik ben in het politiebureau. Ik heb alles zo gedaan met dat ding in mijn zakken. Je zou maar voor een grap gefouilleerd worden. En dan dat ik hem op die manier verlies, ja. Dan zou ik echt verdrietig worden. Ik ga Gerard doodmaken. Oh, nee, Gerard. Ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn. Ik had niet verwacht dat het... Ik had gedacht dat het zou gewoon een wondje zijn en dan moet je even naar het ziekenhuis klaar. Maar ik heb hem echt... Heel erg gewoon. Ik heb hem gewoon echt in zijn nek doodgestoken. Ik hou jou, Marcus. Hey, ik hoor... Dikke vinger. Ja, ga ik je nooit vergeten, allemaal goed. Nee, dat weet ik. Doe maar, Rick. Doei, Gerard. Hey!